Yo mensen, Jarasko hier en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Road to Life 1250 punten in de Game Mode Sharpshooter. We zijn weer op de map Nuketown gekomen zoals je kan zien, dus dat is in ieder geval een lekker mapje om de 1250 punten op te halen. Maar vorige keer hadden we de 1100 punten in de vorige aflevering op de map Nuketown, dus nu gaan we voor de 1250 en hebben we de serie voltooid. Als je meer van deze serie wilt zien, vergeet hem dan natuurlijk niet te liken, want bij de 1250 likes komt er meer online. Dus like hem als je meer wilt zien en dan gaan we gewoon beginnen, dan gaan we gewoon knallen, dan gaan we gewoon door. We moeten natuurlijk de dubbele punten halen. Dubbele punten krijg je 20 punten per kill. En dat heb je nodig, anders kan je nooit die 1250 punten halen. Dus ja, het gaat allemaal om gewoon niet doodgaan en zo lang mogelijk overleven, zodat je dus die dubbele punten houdt. En tot nu toe gaat het lekker. Tot nu toe gaat het heel lekker, als ik eerlijk ben. Holy shit, het gaat goed. Kom maar, ik loop beneden, maat. Ik loop beneden. Waar ben je nou naartoe? Dat is niet zo handig van je, vriend. Die vent die rende voor me weg. Ik weet niet waarom die dat deed, maar dat vond hij waarschijnlijk wel leuk om te doen of zo. Echt ook. Ah, het is Jarasky. Ik kan voor hem wegrennen. Maar dan krijgt hij zijn 1250 punten niet. Nee joh, ik weet niet waarom die voor me wegrende. Maakt er niet heel veel uit. Als ik maar gewoon de kills blijf krijgen, man. Ik blijf hier. Oh shit. Oh shit. Ik zag hem staan, maar ik zag er twee staan. Ik wou zeggen, ik blijf hier zo ongeveer gewoon staan waar ik sta. Maar toen ging ik net dood, man. Dus dat moet ik gewoon niet zeggen. Ik moet gewoon niet zeggen dat ik ergens blijf staan of zo. Want altijd als ik dingen zeg van ik wil nu niet doodgaan of zo, dan ga ik altijd op dat moment dood. Dus ik ga dat soort dingen niet meer zeggen in het spel. En ik zei het toch alsnog nu. Dus ik ben alweer dood gegaan, natuurlijk. Maar altijd als ik dat soort dingen zeg, dan ga ik toch weer dood. Dus ik ga dat dingen niet meer zeggen. Nooit meer. Helemaal niet in deze video, want hierin mag ik niet doodgaan in deze game. Dus kom aan, man, mooie kill. Spant er eentje rechts van. What the fuck, daar kom ik net vandaan. Mooie span, maat. Echt perfecto gewoon weer. Kom, geef mij de kill. Dankjewel. En dan zit er nog een. Er zit er weer nog een gespant daar. What the fuck is dit voor spansysteem, Call of Duty? Kom op. Ik vind het wel mooi hoor dat ze daar spannen, maar het is niet zo mooi voor hunzelf natuurlijk. Want zij gaan meteen dood als ze daar zijn gespant. Kijk maar, dat is niet zo mooi voor hun. Kijk, sniper rifle. XPR is dit. Die gaat iedereen maar lopen sprayen natuurlijk. Maar ik ben niet zo'n persoon. Ik ga daarmee lopen hardscopen. En ik ga gewoon de kills proberen op te zoeken. Als je hiermee gaat lopen sprayen en je doet maar gewoon met deze sniper, dan ga je er nooit kills mee krijgen. Dus je kan beter gewoon rustig inzoomen, rustig schieten. Want anders gaat het hier niet meer goed mee komen. Dus let daar natuurlijk op. Een mooie quickscope er nog bij ook. In mijn rug komt er een. Snel reloaden. En. Ja, dat bedoel ik. Die gaat gewoon lopen sprayen. Ik wist het al, man. Ik liep al achteruit van die gaat lopen sprayen. Maar ja, dan heeft hij alsnog, weet je, daar kan je niks aan doen. Dat is ook een beetje een probleem natuurlijk met deze serie. Dat heb ik al een paar keer gezegd. Het is gokken op de wapens die je krijgt. Kijk, als we de hele tijd gewoon assault rifles krijgen, dan heb ik nergens problemen mee, weet je. Maar als we dit soort snipers krijgen, waarmee ik dus echt gewoon heel erg slecht ben, dan kan ik gewoon niet zoveel. En dat is dus een beetje een probleem. Want hiermee verlies ik echt heel veel tijd en heel veel punten die ik dus anders wel had kunnen maken. Dit is helemaal kut. Dit is het kutste wapen dat je ooit maar kan krijgen. Helemaal als je voor de punt gaat. Dit moet gewoon niet, jongens. Dit kan ik. Ah, fucking hell. Hier kan je toch geen kills. Hier kan je toch geen punten mee. Hier kan je toch geen punten mee krijgen, Call of Duty. Ik zit nu op de helft. Ik ging zo hard, man. Ik ging zo hard. En dan krijgen we zo'n fucking flutwapen. Dat is toch niet leuk, jongen. Dan krijg ik nog een hitmarker ermee ook. Natuurlijk, Call of Duty. Let's go. Nu had ik wel de kill. Achter me loopt er ook nog een. Kom maar. Ik blijf er gewoon staan. Ik blijf er gewoon in die tuin staan. Ik kan hier toch niks mee doen, man, met dit ding. Ik kan hier toch niks mee doen. Let's go. Dus ik moet hier wel blijven staan. Als ik erop af ga rennen, ga ik sowieso weer dood. Dus ik blijf gewoon lekker staan. Ik heb nu nog dubbele punten ook. Dus dat is helemaal mooi natuurlijk. Maar ik moet het gewoon overleven. Maar over 6 seconden komt er het andere wapen aan. Als ik dit gewoon kan blijven overleven, dan heb ik mijn dubbele punten al. Maar ja, dat doe ik dus mooi weer niet. Oké, kom op. Ander wapen. Hè? Oh my god. Kom op, Call of Duty. Wat doe jij? Wat doet dit spel, man? Wat doet dit spel? What the fuck? Oké, eerst krijgen we fucking XPR. Dat is al gewoon een kutwapentje, weet je wel. Dan krijgen we een small. En nu krijgen we een fucking Semtex launcher. Mogolen noobshoop ding, man. Hier kan ik toch nooit punten mee halen, jongens. Kom op nou. Ik moet 1250 punten halen, man. Kut Call of Duty. Geef me een keertje een normaal wapen of zo. Alsjeblieft. Hierna gewoon even twee normale wapens, man. Dan vind ik het wel heel mooi, namelijk. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Niet schieten. Oh my god. Waarom killt hij mij wel niet zichzelf, man? Fucking hell. Iedereen gaat dood hiernaast, maar dan krijg ik helemaal geen kills natuurlijk. Dit is mijn kill, sowieso. Ah, kom op. Nog één wapen voor het volgende. Ja, let's go. Een executioner! Oh, Call of Duty. Oké, dit is echt. Dit zijn echt de flutste wapens die ik tot nu toe in deze serie heb gekregen. Geen fucking grap. Ik heb tot nu toe nog geen één keer van deze kutwapens gekregen gewoon, man. Oh mijn god, jongen. Waarom Call of Duty? Ik moet 1250 punten halen. Dat lukt toch nooit met deze kutwapens? Fucking hell, man. Een fucking executioner. Kom op, jongens. Doe even normaal, jongen. En dan komen ze nog met z'n tweeën naar mij toe ook, hè? Nee, 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 nee. Achteruit, achteruit, achteruit. Even rustig aan, meneertje. Dat vind ik niet zo aardig van je. Let's go. Ah, we hebben dubbele punten. Het gaat nog goed ook met dit wapentje. Het verbaast me nog wel. Het gaat goed, jongen. Holy shit. Laat ze maar komen, zou ik zeggen. Kom maar. Kom maar, jongens. Nog 4 seconden voor het volgende wapentje natuurlijk. En kut, nu komen ze met z'n drieën. Andere wapen, andere wapen. Dit is een Remington. Dit is een Remington. Dat is wel chill. Maar dan moet je nu niet doodgaan, Jan.
Nu niet doodgaan, Jan. Let's go, let's go, let's go. Dit gaat goed, man. Dit is alle wapens, het laatste wapens. Je krijgt 40 punten per kill. Dit moet goed komen. Ik mag nu niet doodgaan. Ik mag nu gewoon niet doodgaan. Dat is alles. Niet doodgaan nu. Als ik nu doodga, ben ik de lul, man. Let's go, let's go, let's go. Laat ze maar komen, laat ze maar komen. In mijn rug. Let's go, 880 punten. Are you kidding me? Ah, kom op. Span hier, span hier, span hier. Nee, 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 nee. Laat ze komen, laat ze komen, laat ze komen. Kom op, laat ze komen. Kom aan, jongens, kom aan. Ah, shit, 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 shit. Ah, nee, man. Nee, 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 nee. Nee. Dit meen je niet. Dit meen je niet. Als we gewoon normale wapens hadden gekregen, hadden we hem gehaald. Als we normale wapens hadden gekregen, hadden we de challenge gehaald. Ik zit nu met 4 kutwapens, wat dus gelijk staat aan 3 minuten aan gameplay die verneukt is. 960 punten. 55-12. Als ik niet de noobshop had gekregen, als ik niet de small had gekregen, en als die wapens gewoon normale wapens waren geweest, had ik 1250 punten gehaald. Dit is dus het probleem met sharpshooter, maar ik ga hem halen, ik ga hem halen. Geen probleem, jongens. Ik wil jullie bedanken voor het kijken natuurlijk naar deze aflevering. Mocht je hebben genoten, geef me alsjeblieft een duimpje. Volgende keer gaan we weer even op een andere map spelen, want we hebben nu 2 keer achter elkaar in Nuketown gedaan, maar... Ik kan natuurlijk ook niet veranderen welke map we krijgen. Maar dat zien we natuurlijk in de volgende aflevering wel. Ik hoop op Standoff of Slums of zo. Dat is ook wel een chille map. Maar bedankt voor het kijken. We gaan die 1250 punten halen. Het is alleen even wachten op natuurlijk de goede wapencirkel. Qua chille wapens die we krijgen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet me niet te liken. 1250 likes is meer. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye mensen.